Voetballer Jan Lammers uit Zevenaar staat voor een bijzonder voetbalavontuur in Indonesië. De 23-jarige verdediger stapt vrijdag in het vliegtuig en laat eerste divisionist RKC Waalwijk achter zich voor een overstap naar Pusamania Borneo FC. Ik kreeg van mijn zaakmanager een bericht dat ze mij wouden hebben en dat ze een verdediger zochten. En eigenlijk voor de rest weet ik eigenlijk niet heel veel meer waarom en hoe en wat. Dus ja. Ibrahim Bagdjim was een jongen die het bij FC Utrecht niet redde, maar het via Indonesië schopte tot voetbalmiljonair. Wat verwacht jij van dit avontuur? Nou, het zou heel leuk zijn als het mij sowieso gaat gebeuren. Dus daar gaan we voor. Dat financiële aspect, dat is natuurlijk ook allemaal goed daar. En dat kun je niet ontkennen dat niet daar alleen dat je daar niet voor gaat. Maar het avontuur is natuurlijk ook heel wat. En als het zo'n jongen dat gelukt is, dat is alleen maar mooi. En ik hoop dat mij dat ook kan overkomen. Op beelden is te zien dat de supporters misschien nog wel fanatieker zijn dan bij de Graafschap. Hoe zie jij dat? Ja, het zijn wel fanatieke supporters inderdaad. Je hebt het wordt genoemd Theater of Hell, het stadion daar. Dus dat zegt al wel genoeg, denk ik. En ze zijn allemaal heel fanatiek. Ze leven daar echt voor in dat land, voor het voetbal. En dat merk je wel. Dus dat maakt alleen maar extra mooi. Heb je nog ambitie om weer in Nederland aan de slag te gaan? Of is het begin van Jan Lammers de voetbalavontuur hier? Ja, ik vind het een heel geweldig avontuur en ik zal nooit uitsluiten dat ik niet meer in Nederland wil voetballen. Maar je weet wel waar je aan begint en dat is in Indonesië natuurlijk dat je niet meer echt opvalt hier in Nederland. En als ik daar een mooie carrière kan maken, dan blijf ik daar voetballen. Maar je weet het nooit. Misschien komt wel een heel ander land weer langs en ga ik daarheen. Dus dat wordt afwachten, dat zie ik wel.